De voorbereidingen voor de lichtjestocht op kerstavond in het Beeklustpark zijn in volle gang. Het is de zesde keer alweer en donderdagavond was de passenavond in het Scoopgebouw aan het Hedemanplein. Vanavond zien jullie een heleboel mensen die hier allerlei kostuums aan het aanpassen zijn. En het is voor een lichtjestocht die wij op 24 december in de avond gaan organiseren. Bezoekers zijn van harte welkom om naar het Beeklustpark te komen en om deze mensen in Bijbelse taferelen te zien en te vertellen de geboorte van Jezus. Wat kunnen de mensen nu verwachten als ze dus zeg maar naar het Beeklustpark komen op 24 december om 6 uur? Nou, zij worden verwelkomd door muziek, door kerstliederen en zij gaan via de inschrijftafel waar ze hun naam mogen noemen, komen ze naar binnen en dan komen ze langs de herberg en ze komen langs de herders en ze horen de engelen zingen en komen uiteindelijk terecht bij de stal waar Jozef en Maria en het kindje Jezus daar ligt. En als ze de route na 45 minuten hebben gelopen, dan kunnen ze op het veld een kopje koffie of chocomel nuttigen. En ook daar zal een koor met mooie kerstliederen het geheel versterken. Het begint om 6 uur en tot 7:30 kunnen mensen binnenkomen. En dan kunnen ze in 45 minuten ongeveer de route lopen. Wij zijn blazers, wij maken muziek bij de lichtjestocht. En wij zijn van Vaderkerst Wilhelmina uit Almelo. En we zijn gevraagd om mee te doen met de lichtjestocht. Dan hoorde ik ook nog een hartekreet. Zijn er al een Jozef en een Maria en vooral een kinderke Jezus? Ja, nou die hartekreet, dat klopt. We zijn echt nog op zoek naar een Jozef en Maria en een klein babytje. Die ons tijdens het kerstlichtjestocht komt versterken. Wie organiseren dit? Nou, er zijn een aantal kerken betrokken. Het is oorspronkelijk 6 jaar geleden is het door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt opgestart. Maar al vrij snel hebben wij dus bij andere kerken ook steun gezocht. En is het nu zo dat er door de bron wordt medewerking verleend, door de Christelijk Gereformeerde Kerk, door de ontmoeting, door de Pnio-kerk. Verschillende kerken die al of door figuranten of door op andere manieren aan de catering meehelpen. Dus het is ondertussen een interkerkelijk geheel geworden. Daar zijn we heel blij mee. Ja, en niet alleen de kerken doen mee, maar ook zeg maar koren en muziekkorpsen. Ja, dat klopt. En we hebben zelfs dit jaar voor het eerst een midwinterhoornblazers die de lichtjestocht openen en deze ook sluiten. Dus dat is inderdaad waar dat wij elk jaar op zoek zijn naar een koor. Elk jaar is dat ook een ander koor. En dit jaar is het Soul with a Spirit uit Borne die de medewerking verleent. En nou we hopen dat het een beetje koud weer is, hè? Als het koud weer is, is het hartstikke gezellig en het mag geen nat weer zijn. Want bij echt nat weer, dan moeten we helaas de tocht afblazen.